De allersnelste van het volledige deelnemersveld is het Private Energy Solo Boat Team Fury One uit Leeuwarden. Eigenlijk ook al de meeste teamleden al 2-3 jaar daarvoor om hiermee bezig. En ja, als dat dan al nu tot uiting komt, ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Het Private Energy Solar Boat Team heeft zondag de proloog gewonnen en mag daarom vandaag als eerste van start. We liggen er klaar voor, het zonnetje is erbij, mooi weer. Dus ik heb er wel zin aan. Top 3 notering, daar gaan we voor. En we doen ons best. We zullen zien aan het einde van de dag wat de score is. Maar het gaat maandag wederom goed met dit team. Ze zijn om iets voor drieën als eerste over de finish in Sloten. Wat gewoon optimaal is voor dit type boot. En daarnaast een team wat super betrouwbaar en stabiel is. En waar elk team zijn vaak meer dan 100% voor staat. Dat is echt de kracht hierachter.